Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe speler in de Spotlight. Met vandaag Leonard Nienhuis en we zijn vandaag in het Oranje Hotel. Leonard Nienhuis, welkom in het Oranje Hotel. Ben je wel eens eerder geweest? Ja, hier komen we meestal met de thuiswedstrijden. Eten we van tevoren eten we hier een hapje. En ja, is prima hier lekker rustig. Dus wat een goede voorbereiding. Ja, en hoe bevalt het seizoen jou tot dusver? Super zeker? Ja, met de ploeg gaat het natuurlijk super. En met mezelf ook en met de club. En ja, ik denk dat we nog steeds een stijgende lijn hebben te pakken. En ja, die moeten we zo lang mogelijk doortrekken, denk ik. Ja, en zelfs uitwedstrijden weet je nu te winnen. En jij had afgelopen zondag zeker een hoofdrol. Ja. Wel weer een beetje bijgekomen. Jawel, ja, dat is zo weer voorbij. Kijk, je staat ervoor om goede dingen te doen. En ja, als je dan zo een belangrijk moment in de wedstrijd kan hebben voor je team, dan ja, dat is alleen maar goed voor mezelf. Maar ja, helemaal omdat we 3 punten hebben gepakt, denk ik. Ja. Nou, de sporters die hebben allemaal mooie vragen doorgestuurd. En allereerst, zoals gewoonlijk, doen we eventjes een vraag van jouw teamgenoot Bob. Die heeft de volgende vraag aan jou gesteld. Daar gaan we nu even naar kijken. Okay. Leonard, heb je de afgelopen tijd nog een paar goede smacks op je achterhoofd gehad? Of valt het mee met 2 keer raken? Ja, dat is wel een goede van Bob. Alleen, ja, ik denk dat hij niet echt durft toe te geven dat ik... Dat ik ze juist niet krijg, alleen dat hij ze juist krijgt. En ja, dat hij daar een beetje van balt, dat hij vaak ja, verliest van een keeper. En ik denk dat hij daar dan een beetje mee zit. Het zit diep. Het zit heel diep duim, denk ik. <ja. laughs> Dan beginnen wij met de eerste vraag, Leonard. En die is van Patricia Nijp. Die vraagt, waarom heb je eigenlijk niet rug nummer 1? Ja, dat komt een beetje uit het kampioenschap. Ik begon als tweede keeper en het seizoen vorderde, nou ja, werd de trainer ontslagen en kwam Henk voor de groep en ja, die zette mij erin en toen had ik nummer 22 en ja, daar zijn we mee kampioen geworden, dus ja, zodoende heb ik gewoon nummer 22 gehouden eigenlijk. Leo van der Haring die vraagt, na verluid was je ook een talentvolle tennisser. Wat is de reden dat je uiteindelijk voor het voetbal hebt gekozen? Ja, klopt, ik was toen ik nog jong was, toen zat ik op tennis en deed ik het heel goed. En ging ik met mijn ouders door het land en veel toernooien spelen. Alleen ja, je wordt ouder en je gaat veel met vriendjes om. En ja, die zaten allemaal op voetbal. En ja, die gingen zaterdags voetbal. En ja, dat vond ik uiteindelijk dat ook leuk. En ja, heb ik toen de keuze gemaakt om ook lekker met mijn vrienden te gaan voetballen. En ja, en dat ben ik dus blijven doen. Ruben Luinstra die vraagt, Van der Laan en jij, die haalden altijd grapjes bij elkaar uit. Met wie doe je dat nu? Nou ja, ik doe het alleen, denk ik. Nee, ja, klopt. Martijn en ik waren, ja, we reden samen naar de club en ja, we deden heel veel dingen samen. En, ja, daar zaten ook de geintjes bij. En, ja, nu is het wat minder, alleen ja, soms maak ik ze zelf. Of, ja, ik heb niet echt iemand waar ik er nu mee doe. Alleen, maar de geintjes die blijven wel. Alleen, ik kan niet alles op televisie zeggen, denk ik. Nee. Niek van der Hoek die vraagt, wat vind je het allermooiste aan het keepersvak en waarom heb je gekozen voor het keeper? Vroeger ben ik wel gescout als verdediger. Alleen, ja, dat is toch uiteindelijk keeper geworden, omdat ja, de trainers die zagen mij toch wel als een goede keeper en ja, daar ben ik mee doorgegaan. En ja, wat ik zo leuker aan vind, ja, misschien ja, je moet wat minder lopen, misschien ligt dat me wat beter, maar nee, het zit gewoon in me en ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk en om een beetje ja, je verdediging neer te zetten en iedereen een beetje op de plek te zetten, dat past ook wel bij mij, denk ik, en dat kan ik mooi doen vanuit achteruit. Dennis Hoeksema die vraagt, hoe wist je waar Boijman zou schieten? Ja, dat was een beetje een gewoelskwestie. Ja, je kijkt een beetje naar hem, je kijkt een beetje naar de aanloop en dan
Ja, dan de eerste keer zat je er net naast, maar ik denk de eerste panel zat er goed in. Dus ik dacht gewoon van ja, hij zal hem dan de tweede keer er ook wel schieten. En ik vertrok iets eerder van de lijn en ik pakte hem goed, denk ik. Ja. Angela Mabius die vraagt, met wat voor gedachten stap jij de goal in voor de wedstrijd? Of is dat elke keer anders? Ja, voor mezelf doe ik altijd nog, als ik naar de goal loop, een bepaald... wijs ik even naar boven en voor mijn moeder die zal altijd bij me blijven en dat voelt gewoon goed en dan heb ik ook altijd het volste vertrouwen in dat het goed afloopt in de wedstrijd. Dat helpt jou echt? Ja, zeker. Ja. Oké, dankjewel. En nou mag jij nog een vraag stellen aan Erik Bakker, die is volgende week speler in de spotlight. Nou Erik, ik wou wel eens weten wanneer je mooie trui weer aantrekt op de club.